Beste vrienden allemaal, ik dank u uit de grond van mijn hart, omdat u mijn 90 jaar feestelijk gedenkt. Het doet me plezier, want het is een teken van de sympathie, de vriendschap en de genegenheid die u mij toedraagt. En ik verzeker u dat dit van mijn wegen wederkerig is. Eigenlijk schijnt in het leven iets niet te kloppen. Sommige bovenlingsjes overleven hun wiekske niet, en anderen daarentegen bereiken de 90 en zelfs de 100 jaar. En ze worden dan nog in de bloemetjes gezet. Ik denk daarbij aan die velen die we goed hebben gekend en die nog tijdig moesten gaan. Mijn laatste 25 jaar, sinds 1991, heb ik doorgebracht in huis. Het werd mijn nieuwe thuis. In tegenstelling met wat ik vroeger had beleefd, waren het rustige jaren, waar ik veel vreugde aan heb beleefd. Want uit, zo zegt men, en dat is waar, dat is een dorp dat leeft. Mensen zien feesten, mensen zien rouw. Velen zien gebogen, velen zien sterven. Met al wat dat meebrengt aan vreugde of aan liefde. Ik was van waar te wallen bewoners. Kerk van ons of niet. We namen elkaar zoals we zijn. Nochtans ben ik ook maar een mens en heb ook mijn kleine kant. Zo herinner ik mij een dag dat het kermis was in Els. Ze hadden op het kerkplein een paar grote tenten gezet, waar 's avonds een gezellig samen zijn zou doorgaan. Die tenten zaten stokvol. Er was veel ambiance. Ik kwam een beetje te laat. De mensen zaten reeds aan de lange tafels, maar de meeste stoelen waren bezet. Ik vond er een plaatsje tussen een hoop vrouwen. Ik kende ze allemaal. Allen waren ze dames die mijn leeftijd nog niet hadden bereikt, maar toch goed op weg waren. Ik verzeker u, het ging rustig aan toe. En een van hen riep mij toe: meneer de pastor, je stond nog achter. Je hebt al veel gemarkeerd. En vooraleer ik besefte wie mij had getrakteerd, zag ik al 4 of 5 punten voor mijn neus staan. Ik dacht, als ik die allemaal binnengiet, zal ik op handen en voeten naar de pastorie moeten kruipen. Ik zat naar een middel om van die pinten af te geraken. Plots kreeg ik een inval. Ik wees met mijn vinger naar de uitgang van de tent en ik riep: wie komt er daar nu binnen? En alle vrouwengezichten richtten zich naar de uitgang. En ik greep mijn kans om een pint onder de tafel uit te kippen. Maar ik had te ver gekipt. En recht op mij zat Francine,
en ze kregen ganse pindbieren naar schoenen. Ze wipte haar hoofd met een geluide wind en ze schreeuwde met benen zijn hand. Niemand wist van waar dat water kwam. Ze lachten door elkaar, omdat ze dachten dat ze al zinnen ben gedronken had. Ik stond benaar in de grond van schaam. Maar niemand dacht dat ik de dader was. Ik heb haar anderdaags een potje bloemen gebracht. Ik heb haar de waarheid verteld, maar ze wilde me niet geloven. Maar mijn hart is als opgelucht dat ik dat eens heb kunnen opnieuw. Beste vrienden, ik wens u allen een prettige